Volle bak afgelopen vrijdagavond op Sportpark De Toekomst in Amsterdam voor de vrouwen van Ajax tegen PSV FC Eindhoven. En ondanks de stand op de ranglijst waarin beide teams ver uit elkaar staan, PSV FC Eindhoven bovenaan en Ajax ietsje verder richting de middenmoot. Maar ondanks dat blijft het natuurlijk wel een top affiche. De eerste helft was niet heel aantrekkelijk. De eerste mogelijkheid, zagen we, was voor de Amsterdammers. Maar PSV krijgt hier via Van de Wetering en Kuipers de beste kans in de wedstrijd. Vlak voor het verstrijken van de eerste helft. Jesslyn Kuipers kreeg een voet niet goed ertegen. En dan Kolen aan de linkerkant. Met Hoge Woning voor zich, krijgt de bal voor. Maar Koster glijdt weg en Kuipers let niet op. En zo laat de ploeg van de Bosja Vukovic kansen liggen om de score te openen. En komt Ajax in die tweede helft beter in de wedstrijd. Via Van Lunteren en via Versteegd. Maar prima redding van Christ. Eerste echte kans van de thuisclub. Eerste echte redding ook van Angela Christ. Versteegd met heel veel ruimte aan de rechterkant. Van der Most komt mede rechtsachter. En speelt een heel... eenvoudig eigenlijk Roelvink uit. Mag tot twee keer toe een voorzet geven. En daar heeft PSV FC Eindhoven alle geluk van de wereld. Dat die bal via Maran van Erp nog tot hoekschop verwerkt kan worden. In de tweede helft spel de prikjes van PSV FC Eindhoven. Kolen met de voorzet en Koster glijdt weg voordat de kort gevaarlijk kan worden. Maar meer dan een sporadische aanval en een hoekschop levert het niet op. Van S maait over de bal heen en dan kan Ajax uitbreken via aanvoerder Koster. Speelt centraal achterin bij de Amsterdammers, maar mag hier heel ver komen met Van S in de achtervolging. Versteegd aan de rechterkant. Mag zomaar het strafschopgebied binnenlopen en dan alle pech voor Roelvink die de bal achter Angela Christ kopt. Versteegd durft bijna niet te juichen. Maar haar voorzet, althans bedoeld als voorzet, wordt door Mirte Roelvink in het eigen doel gewerkt. Dus staat Ajax op een 1-0 voorsprong. Van Lunteren met de uithaal. Christ dit keer goed. Zo had Ajax de overhand in die tweede helft. Kan PSV nog iets? Vlak voor tijd. Via Vermeulen ingevallen langs Koster. Het schot in de korte hoek. Maar Marieke Ubachs ligt op haar plek. Absolute slotfase dan nog. De Ridder. Met de voorzet. Alles en iedereen eronder door. En de 2-0 van Claudia van de Heilige Berg. En zo wint Ajax. Verrassend misschien wel van PSV FC Eindhoven. Dat hoog staat op die ranglijst. Maar met lege handen terug moet naar Eindhoven. Dit zijn nog even alle uitslagen op een rij. PSV FC Eindhoven verliest dus. FC Twente haalt uit tegen Antwerp 7-0. En ADO Den Haag wint in Utrecht met 3-2. En ook Telstar wint flink met 6-0 van AA Gent. En dat heeft gevolgen voor de stand. Twente en Standaard Luik aan de leiding, allebei 23 uit 10. En PSV FC Eindhoven laat een steekje vallen. 11 wedstrijden gespeeld, blijft staan op 20 punten. Ajax staat met 17 uit 10 op de 7e plek. En in de lijst met topscorers veranderde niets. Danielle van der Donk speelde niet vanwege een blessure en blijft dus staan. Maar wel topscorer met 8 goals. Van PSV FC Eindhoven.